ben eventjes bij de DM geweest met Lea en bij de Duitse Rever. Ik heb wat boodschapjes gedaan. Ik haalde altijd even wat natuurproducten qua verzorging. En wat vegan producten voor mezelf en wat vegetarische producten. Dus ik laat jullie even zien wat ik heb gekocht. Dit zijn vegetarische dingen, zeg maar. Honing voor in de thee, worstjes en smeerworst. En dan hebben we hier de vegan afdeling. Dit is voor te koken. Kokosmelk, haver, ja, melk zeg maar. Dit is eigenlijk soep met... Oh, mijn woordenschat gaat wat meer lastiger nog. Ertjes en mais. Ik gebruik dat alleen als smaak maken voor mijn pastasausen. Of rijstsausen in plaats van soep. Want als ik het soep ervan maak, dan is alles meteen weg natuurlijk. Daar was hij te duur voor. Dit is amandelmelk en rijstmelk. Van die combi maak ik 's ochtends pap voor mezelf. Havermoutpap. Dit is mijn margarine. Mijn cholesterol te hoog is, is het wel goed om daar heel goed op te letten welke ik pak. Vegane mayonaise. Alpro sojayoghurt. Vegan koekjes. Vegan kaas. Roggebrood. Sorry. Vegan roomkaas. Vegan... ja, kom niet uit mijn woorden echt nog, merk ik. En Lea die zit ook niet helemaal lekker erbij. Dus ja, ik probeer het even snel af te ronden, jongens. Van die schnitzeltjes lijkt op kip. Is het natuurlijk dan niet. Snoepjes voor mijn keel is dat wel fijn. En dit is... Ja, dit is vegan chocola. Bounty-achtig. Maar eigenlijk nog lekkerder dan Bounty. Maiswafeltjes. Biologische koekjes. Knijpfruit. En dit vindt Maarten heerlijk. Zo af en toe is. Dan hebben we biologische... Geflügel salami, hoe heet dat nou, geflügel? Nou ja, in ieder geval dat het van kip is of van poeten. Ik kom echt niet uit mijn woorden. Jullie moeten het hier maar mee doen. Dan hebben we luiers. Ik heb nou eens biologische luiers gepakt. Die waren niet veel duurder. En ook goed voor de huid en geen rotzooi en zo. Dus ik ben benieuwd. Doekies. Dat is mijn wasmiddel. Wat ook heel goed gaat. Krijg ik geen eczeem van. Wasmiddel. Spuli. Nee, weet je wel, voor de vaat te doen. Ik, oh, wat erg jongens, sorry. Dit is voor de vaatwasserblokjes. En dit zijn doekjes voor de grond mee te poetsen. Dan hebben we hier verzorgingsproducten voor de kids. Shampoo, douchegel en tandpasta. Ook van een natuurmerk. Tandenborsten van Lea. Van die baddingetjes. Gaan kapot, zeg maar. Als je in een bad doet, dan ruikt dat zo heerlijk. Dit is voor mijn benen te scheren. Dit is een of ander spons. Natuurspons. Die schijnt goed te zijn tegen meeeters en dat soort dingen in je gezicht. Dus ik ben benieuwd. Ja, jongens, dit was echt geen high quality shoplog. Ik weet het. Maar de omstandigheden die laten even niet meer toe dan dit. Ik ga even wat eten maken voor Lea. Want dan gaan we zo even naar de dokter. En daarna ga je lekker in bed. En ja, kijk of mama dan even tijd heeft om iets voor zichzelf te doen. Dan nodig is. Doei!